Ik heb hier ook nog een interessante locatie voor de kleinste. Allee, dat bestaat al iets langer. Dus de vindplaats Speeltuin aan de Keldermanspoort. Zo hier de locatie van de vindplaats. Het is ook wel interessant. Er zijn picknicktafels. Daar ook even verder een glijbaan. En dan ook wel interessant voor ja, de historische plaatsen hier. Het doorkijkbord. Dus om te zien hoe dat de Keldermanspoort er vroeger uitzag. Je kunt hier ook zien in beeld even. Hier ben ik momenteel aan de binnenvesting van Hulst. Dus nog een zicht op het Michelstadspad aan de overkant. Dus de skatebaan daar even verder, skatepark. En dan ook wel de mogelijkheid hier om je jogging te doen in de ochtend. Het is ook wel een bijzonder goede locatie. De prachtige wandelingen die mogelijk zijn hier. Hè. Iets meer dan 3 kilometer de omtrek van de stad via dit wandelpad.